Hallo mensen, en Jori hier. Vandaag weer een nieuwe Minecraft video. Maar deze keer is het geen redstone tutorial of iets dergelijks. Vandaag zit ik op mijn server. Het is nog behoorlijk vroeg in de ochtend, nog niemand online. Lekker rustig. Ik ga Map Arena doen, een nieuw plugin op de server. Om dat te doen, typ je gewoon deze command in: slash ma spatie join. En dan kom je in deze kamer. Misschien tegen de tijd dat jullie joinen is deze kamer al wat opgefleurd, maar dat weet ik nog niet zeker. Nou, je hebt vier classes. De Archer. Die heeft full leather armor. Een wooden sword. Een bow. Vier stacks aan arrows. Drie instant health potions. En een bone. Een bone betekent dat je een wolf krijgt. Je hebt de chemist. De chemist die krijgt een full gold armor. Een stone sword. En een hele zooi aan potions. Instant damage 2. 30 stuks. 8 stuk poison. 20 instant healths, 3 instant healths niet throwing en een speed 2 potion. Dan heb je de knight. De knight die heeft een full iron armor, 3 potions of healing en een diamond sword. Dat is mijn favoriete klas. Verder heb je ook nog de tank. De tank heeft ongeveer hetzelfde als de knight, maar dan in plaats van iron armor, diamond armor. En in plaats van een diamond sword, een iron sword. Dus zo van deze twee zijn zo van tegenpolen. Ik ben het liefst een knight, zo van damage dealer. Nou, wanneer je klaar bent, dan als je met z'n vieren bent, dan wacht hij totdat iedereen op het blok geslagen heeft. Maar ik ben hem eentje, zodra ik dit blok sla, start de game. Dus let's go. Nou, dan span je hieronder. Zorg dat hij eronder uitkomt. Dat is het gevaarlijkste stuk van de hele map. Daar spawnen een heleboel mobs vaak. Dus de slimste plek om te zijn is hierboven. Dan zie je al meteen twee dingen. Daar een chest. Daar een villager. En nou is wave 1 begonnen. Waarschijnlijk zitten ze hier allemaal onder. Hier bovenop spant niks. Dus waarschijnlijk als ik hier onderuit ga dan. Yep, daar zijn ze. En er zit ook een creeper achter volgens mij. Don't attack me. Nobody likes you. Ik stack even mijn render distance op tiny. Dan heb ik minder lag, kan ik beter vechten. En het maakt hier toch niks uit. Ik zou volgens mij een creeper zetten. Ja, daar. Nou, die creeper laten we wel even leven, dan kan ik even uitleg geven. Mobs spawnen in de buitenste cirkel van de map. Dus het is daar. Die cirkel. Ze spawnen ook nog daaronder. Daaronder het platform. Ze spawnen heel vaak, heel, met heel grote getallen hier. En ook met heel grote getallen bij de villager aan de andere kant. Dit is nou ongerenderd, maar je snapt het idee. Hierin zitten drie regen potions. Wat je ermee doet, mag je helemaal zelf weten. Meestal delen wij ze op, maar aangezien dat ik nou in mijn eentje ben, pak ik ze allemaal. Bij de villager kun je emeralds omruilen voor nieuwe wapens, potions. Trouwens, de reden dat potions zo belangrijk zijn, is health regenerate niet. Zoals je ziet, mijn health is nu anderhalf hartje naar beneden. Mijn hunger is het full, maar ik krijg geen health erbij. Dus je moet het met potions doen. Nou, met deze villager kun je een paar dingen kopen. Een daarvan is 4 emeralds tegen een diamond sword met sharpness 2 en knockback 1. Een deal is 2 emeralds voor een iron sword met sharpness 2 en knockback 1. Een deal is 2 emeralds voor een bow. Denk er wel bij na. De bow heeft geen arrows. Dus behalve als je de archer bent, heb je niks aan de bow. Nou, dan heb je de emerald, 1 emerald voor 2 instant healing potions 2 en 1 emerald voor een regeneration potion 2. Omdat deze nou 2 geeft en deze maar 1 is omdat deze een heleboel healt. Dan heb je nog 1 emerald voor 3 TNT. TNT molt de omgeving niet, maar het, ja, het steekt zijn eigen aan. Dus je hoeft alleen maar te plaatsen en dan gaat het vanzelf af. Zo, gewoon een ronde, die gaan naar boven. Even wachten, dan gewoon vanaf sprinten zo. En dan draai ik om en dan zit ze allemaal daar. Spiders zijn echt irritantste. Als ze zo irritant springen. Oké, even nog een tip. Wolven vallen jou niet zomaar aan. Dan moet je ze eerst voor aangevallen hebben. Dus wat slim is, is je hebt een wolf. Die zit daar. Stel ik kon hem gaan kopen of ik kon een tactiek bespreken met mijn vrienden. Dan kun je beter een wolf laten leven, want die zijn neutraal net zolang ze niet aanvalt. En de chest,
Dan kun je items in delen. Dus stel je hebt een sword en denk je van ja, deze keer wil ik jou geven. Kun je hem in de chest doen, kan een andere persoon hem eruit halen. Je kan niet items gooien. Dat werkt niet. Je drukt nou op Q, er gebeurt niks. Deze items kun je allemaal niet gooien. Je kan ze alleen maar in de chest doen en dan delen met andere mensen. De spawners dadelijk weer de nieuwe mobs. Hieronder. Jee, ik heb een stick gewonnen. Joe. Er is echt gewoon helemaal niks aan. Skeleton, twee zombies en een wolf. Oh crap. Zo. Nog meer? Nee. Oké, nu hebben we nog een wolf leven. De wolf kun je best altijd tot laatste bewaren. Dan kun je even zorgen dat er geen andere mobs meer zijn. En dan kun je hem afslachten dicht bij het midden, dat je snel boven bent. Dan is deze wolf hier dan ook gewoon. Hup. Wave 4. Oké, okay, een paar notes. Wow, crap. Wave 6 is een supply wave. Wave 5 is een swarm wave, volgens mij. Er zit een bepaalde regelmaat in alles. Een supply wave is elke 6 rondes, dus dat is wel makkelijk te onthouden op zich. Even kijken, wat is er nog meer voor informatie? Oh ja, creepers doen geen damage aan andere mobs. Dus echt alleen aan jou. Kijk er wel voor uit. Ja, kijk, dit is een swarm. Swarm maakt eigenlijk gewoon in dat er een heleboel mobs zijn. Als je hier ziet, ja, zijn er meer als normale wave. Slimes zijn behoorlijk irritant als swarm, dus hou een beetje afstand en ga niet moedig doen. Die dingen kunnen af en toe even onverwacht springen en dan in één keer ben je half dood. Zorg dat je na elke ronde wel weer hier naar boven gaat, dan word je niet meteen gelokt door enemy poppetjes. Want hieronder kunnen ze je niet zien. En de mobs die allemaal in de rand staan, die zijn nog gewoon uit je range. Nou, dit is de supply wave zoals je kan zien. Denk eraan, als je nu snel genoeg allemaal... Kom op, één koe, serieus, is dat alles? Eén koe. Oké, okay, nou ja, passive mobs geven supplies. Nou, dus kunnen emeralds zijn, er kunnen potions zijn, het kan van alles zijn. Denk er wel aan dat is... Oké, ik kreeg een bloem met twee emeralds. Dan moet je snel weggaan, want de volgende wave kan soms meteen beginnen, dus kijk wel een beetje uit. Nou, wave 7 hier. En met twee emeralds kan ik een paar dingen kopen, maar ik besluit dat nog niet te doen. Ik wil het doen met nog... Oeh. What you doing up there, bro? What you doing? Nou, een instant health 1 potion, dit is een instant health 1. Doe 3 hartjes. Op dit moment heb ik 5 hartjes missen, dus ik kan op zich wel eentje drinken. Nou zo kan ik er ook wel in drinken, maar dan win ik maar 2 hartjes van de 3. Dus kan ik beter even wachten totdat ik 3 hartjes mis. Wow! Oh god, die zag ik niet aankomen. Dan mis ik alweer 4 hartjes en dan kan ik... Ik kan dan weer potion gebruiken, als ik wil. Dat is dat ik uit die range blijf van die skeletons. Ik kan niet daarin geraakt worden. Oké, okay, let's see. Sorry. Ja, ik ben een beetje verkouden. Het is nog vroeg. Het is behoorlijk vroeg in de ochtend en ik moet zo meteen werken, dus... Als je ziet, skeletons kun je het beste een beetje omheen cirkelen. Dat ze anders op je schieten. Nou raakt hij me niet, zoals je kan zien. Wave is afgelopen en ik zit meteen achter me. Want de rand, dat is ook een gevaarlijke plek. Heb ik al uitgelegd. Oké, okay, hierboven, dat dit is het beste wat ik kan hebben eigenlijk. Dan kun je zo weer naar beneden pushen. Nog een slimme tactiek hier. De zombie met de achteren skeleton. Oh, nog een skeleton. Crap. De zombie met de achteren skeleton kun je gebruiken. Als je nou de zombie gewoon richting de skeleton slaat, dan kan de skeleton jou niet damagen. Let erop, hij damage de creeper ook niet. Hier, kijk. Nou, alsnog 2 is gekregen. Oh, wegwezen bij de chest.
gevaarlijk stuk van de map. Vergeet ik een heleboel keer. Oh, dan leeft nog een keeper. Oké, welke wave is dit? 8. Oké, 10 is een boss wave. Elke 10 waves krijg je een boss wave. Nou, dan zal ik vast uitleggen. De boss is echt heel moeilijk. Echt heel moeilijk. Boss van wave 20. Hek, moet maar 1 keer verslagen. Nee, 2 keer nou. Oeh. Oeh. Gevaarlijke business dag. Ik ben een beetje low, maar nog niet low genoeg om een health potion, regen potion. Nou, eigenlijk misschien wel. Als ik nou eentje pak, kan ik erin duiken en gewoon alles afmaken. Zodra je de potion op hebt, ben je gewoon meteen tanky. Dus zoals je ziet, heal ik gewoon alles wat mijn damage wordt gedaan. Nee, er zijn nog wolven. Oké. Okay. Ik moet zeggen dat ik regen 1 wel beter vind als tanky potion. Oh. Rustig, Yuri. En daar. Next round, boss. Oké. Okay. Dan ga ik hier. En ik ga onder het platform staan, want hij kan je omhoog gooien. Nou, hij root me, zoals je ziet. En dan gooit hij hem dadelijk omhoog. Oeh, kijk, en als je dan buiten staat, dan kun je heel hoog vallen. Schieten. Altijd dezelfde volgorde. Goed. Cool. Pijl. Roots. Cool. Pijl. Roots. Cool. Pijl. Oh, hij is dood. Weg is hier. Daaronder spannende mobs. Dat moet je echt niet vergeten. Oké, okay, wave 12 is weer een multiple, is weer een tafel van 6. Dus wave 12 krijgen we weer een supply wave. Moet wel even zorgen dat we deze ronde overleven. Het is leuker en ook makkelijker om te doen met vrienden. Je krijgt ook wel meer mobs om te, dus het is niet. Oh, dat is makkelijk. Nee, dat is niet makkelijk dan. Nee, het wordt gewoon makkelijker. Oké, who is next? Ook slim is om in de supply wave niet te gaan kopen. Als je in de supply wave gaat kopen, de kans bestaat dat de ronde al begint voordat je klaar bent kopen. Dat wil je niet hebben. Oké, ronde 11 is net geweest. Dus we kunnen de wolven gaan slachten. En dan begint ronde 12. En ronde 12, dat is supply wave. Even wachten. Oh, daar ligt er nog een. Supply. Oké, even kijken, we hebben een koe daar. Is dat alles? Is dat alles? Serieus? Wauw, we hebben één koe. Ik ben er met eentje, zijn er nooit zoveel mobs. Als je met twee bent, zijn er al meer mobs. En hoe meer mensen je bent, hoe meer mobs dit oplevert. Oh. Ik kan het aan mijn soort. Ik ga het ook meteen doen ook. Als deze ronde voorbij is. Want nou, als ik daar naartoe loop, hè. Ik loop er naartoe. Ik ga mijn zwart kopen. Ik sta bij de shopmarketer. En bam. Dan spannen daar een hele shitload aan mobs. Nu spannen ze onder mij omdat ik hier naar op sta. Maar anders dan zouden ze het daar spannen als ik bij de villager zou staan. Dat was lekker het makkelijkste mob van de hele game. Ik heb
beetje low. Dan kun je overwegen om een potion te gaan drinken en dat ga ik denk ik ook maar gewoon doen. Ah, wat oud. Goed zo. Oké, even kijken. Wolf, wolf. Volgens mij zijn er alleen maar wolven. Dat zou goed zijn, dan kan ik naar de villager toe. Deze villager die kan niet dood of iets dergelijks. Dus gaan we niet proberen. Hij is gewoon een shop. Yeah, ik kan een beter zwaard kopen. Kaching. Yeah. Denk eraan, dit zwaard gaat wel ooit kapot. Dus dit zwaard is niet onsterfelijk. Nou, die wolven zoeken. Een betere zwaard. Oké, dus één. Eerst die, daarna die, want die zit dichter bij de muur. Deze tilde ik bij de muur. Oh, ook achter me. Weer een hele shit uit de mobs. Kijk, het is nou wave 15. 16 is weer een swarm. Ik geef me echt heel erg moeilijk dat ik check er vast. Trouwens, als je het weer samen met mij wilt doen, kan. Ga gewoon naar mijn server. Creacraft.nl.noip.org. De IP zit in de description. En waarschijnlijk ook een annotation of een tekstje op dit moment. Maar het zal staan ergens en dan... Als je er naartoe gaat, dan kom je tegen mijn server. Op de spawn, dan kun je de Emma join command gebruiken om in de arena te komen. En als ik online ben, dan kun je vragen. Hey Yuri, doe je mee? Doe je gewoon zo van... Hey Yuri, kom maar. Wil je mob arena? Oeh, val. Doen. En meestal zeg ik wacht even en dan... ga ik al mensen uitnodigen die ook mee willen doen op zich. En dan gaan we met z'n allen samen op arena doen. En als je een beetje geluk hebt, ga ik dan ook een keer filmen. Want natuurlijk wil ik dat ook een keer filmen met vrienden erbij. Want alleen is dit niet, lang niet zo leuk. Waar is die laatste wolf? Oh, daar. Kijk, die swarm. Ik heb een duim verdiend. Yeah. Nou, zoals je ziet is het een swarm. Swarm is grotere swarmers op de eerste ronde. Oh, grotere swarmers op de eerste ronde. Eerste swarm ronde. Dat is een grote. Wel alweer een slime swarm. Op 126 volgens mij. Echt heel moeilijk om te komen, want ja, 20 is het super boss. Dat is een spider. Een cave spider die je kan routen en die je kan. Hij kan obsidian bommen plaatsen en hij is echt heel erg moeilijk. Dus als je daar voorbij komt en je komt tot 126, is dat een spider. Hoe heet dat? Hoe is het nou ook weer? Oh crap, spider swarm, dat was het. Oh god, oh god, 17. Oké, 18, de volgende ronde is weer een supply wave. Oeh, en ik heb die hard nodig, heel hard. Hopelijk overleef ik deze ronde, laten we daar eens mee beginnen. Ik heb echt heel weinig HP over. Ik heb anderhalf hartje, geen regen potions, geen healing. In emeralds, I think I'm screwed. Ik moet deze ronde overleven en de moeilijkste enemies zijn de skeletons, denk ik. Ik doe van zombies. Ah crap, ik wou zeggen zombies kan ik nog wel overleven zonder hit te krijgen. Ik ga dood. Ik doe van zombies en van creepers kan ik nog wel hebben, maar als ik daar in een skeleton moet, dan ben ik echt gewoon dood. Ik heb geen regen potion of zo.
Ik ben dood. Nou, sorry, maar ik wou best wel demonstreren. 120. Super Spider. Maar, blijkbaar wil de wereld dat niet. Ik ga het nog even proberen hier. Oeh, dat was creepy. Please don't hit me, yeah! Please don't hit me, please don't hit me, please don't hit me, please don't hit me. Yeah. Yeah, oké, dat is één. Even één voor één al die mobs hierheen luren. Oké, de zombie komt achter me aan. Mooi zo. Hoeveel zombies en creepers kan ik wel hebben, want het zijn allemaal... Spiderstack op zich ook wel. Maar skeletons, dat wordt het moeilijkste. Oké, dus creeper komt. Mooi. Oké. We proberen de spider. Eén voor één. Gewoon heel rustig. Kalm aan. Creeper. Goed zo, creeper. Kom maar. Oké, let's see. Skeleton, spider, zombie. Eerst de zombie, dan de spider, dan de skeleton. Kom op, zombie. Zombietje, goed zo. Goed zo. Goed zo, zombietje. Ja, braaf jongen. Oké, let's see. Skeleton staat helemaal met het vermomd gewoon met het steen. Oh ja, yeah, oké. Okay. De laatste. Dit wordt echt een ramp als ik nodig ga, weet je. Yeah! Fuck yeah, de wolven zijn niet zo moeilijk. Die lukken mij wel. Of dan zijn ze zelfs zo'n instakel. Oké, dit is ronde 17. Volgende ronde. Oeh, ik heb zoveel geluk. Volgende ronde is de supply wave. Dus ik krijg nu dadelijk emeralds of healing potions. Kan ik allebei wel gebruiken. Supply, fuck yeah. 1 kou alweer. Oké, emeralds. Heel snel, heel snel, heel snel, heel snel. Fuck yeah! Fuck yeah! Jongens, ik heb het overleefd. Ik ben nog niet dood. Rond 19, kom maar op. Zoveel geluk. Ew. You good. Allemaal tegen de zombie aan. Oh god. Heel veel skeletons. Godverdomme, dit is lastig. In ieder geval kun je nou beter vrienden hebben. De een lokt de skeleton en de andere die mapt hem gewoon af. Oké, okay, nice. The fuck? Fly mode dit keer. Af en toe heb ik een ekel aan, dan probeer ik gewoon te spelen en dan een activeer dan fly mode. Wil ik niet, ik wil gewoon spelen. Oké, dit was rond 19 of zo. Ja, oké, dan komt de baas, dan ben ik toch dood. Dan heb ik mijn potion goed nodig. Ja, die ga ik niet overleven met zo weinig potions en zo weinig zooi. Nou, baas, kom erop. Kut. Nee, ik heb nog een wolf leven. Kom op, baas, kom hier, bitch. Kom hier. Get me. Come here, bro.
Come at me. Don't get me. Don't get me. I'll die anyway. You get this obsidian bomb. Kijk daar vooruit. Die ontploffen. Ik ga dood als zodra mijn potion voorbij is. Ik denk dat het ongeveer dan. Kan hij me gewoon poisonen en dan kan hij niet doen. Helemaal dood. Zie je? Nou jongens, ik vond het een leuk potje om zo te doen even. Het leuke is, als ik nou leave, dan heb ik ook wat gewonnen. Want ik heb een heleboel zooi gewonnen. Yeah! Dus nou, ik hoop dat jullie ook dat jullie een keer zien op de server. Ik hoop dat jullie. Met een, ja. Ik hoop dat ik samen met jullie een keer een mop arena kan doen. En verder, ik moet nou gaan. Dus ja, ik hoop jullie later allemaal te zien in een andere video. En jullie uit.